Ik koos voor Kieft, Paulsen en Romario in de spits. Van Aarle en Vanenburg bleken in de laatste training gisteren voldoende fit om als basisspelers te starten. Door de aanvallende samenstelling van PSV koos Leo Beenhakker voor een wat meer defensief elftal. Mark Verkuijl is na een Achillespeesblessure terug. Vink staat in de basis en Jan Wouters speelt op het middenveld. Richard Witsche en de Hongaarse international Fischer, zij zitten op de bank. Van Schip. Vrije trap Ajax. Blind achter Heinze vandaan. Roy net niet. Paulsen. Verkuijl trekt al wat naar binnen om hem straks de weg af te snijden. Kieft. Gift. De Boer. Vanenburg. Oh, wat een pegel. Romario komt opmerkelijk vaak uit de spits. Trekt dan Blind met zich mee. En inmiddels is Romario weer de voorste man. Samen met Kieft. Nielsen kiest voor de oplossing Lerby. Kieft komt dan uit de dekking, maar krijgt die bal niet. Vanenburg wel. Ajax schermt het op het middenveld goed af. En dan plotseling die verrassende opening van Vanenburg op Gerets. Dat zijn de momenten waarop er misschien iets kan gebeuren. Voor de rest is het een schaakspel tot nu toe. Gerets die plotseling binnendoor komt. Van Schip. Vrije trap, Ajax. Larsson en Vink zijn mee voorin. Beiden kunnen goed koppen. Daar is Larsson. Oh, Van Breukelen. Behoedt zijn ploeg voor de achterstand. Mooie vrije trap van Brian Roy. En plotseling komt Larsson vrij. Schip krijgt te maken met Lerby. Van Schip wint. Goede voordeelregel toegepast van Blankenstein. Van Schip, schot geblokt door coach. Wouters. Winter. En weer meldt Vink zich. Dat duidt erop dat Ajax meer en meer in de wedstrijd komt. Dan is het Vink. Dan is het Larsson. Van Schip. Vanenburg verdedigt. En dat zegt ook genoeg. Van Schip. En als team vertoont Ajax in deze fase van de wedstrijd, een minuut of 6-7 voor rust, meer balans dan PSV. Gerets op zijn karakter dan. Vanenburg. Lerby schuift eindelijk in, maar het middenveld, daar zit de zwakte bij PSV. Het heeft voldoende mankracht voorin, maar die worden goed gedekt tot nu toe. En dan is er bijna Romario. Eén momentje van die Braziliaan kan voldoende zijn. Kieft is de bliksemafleider. Larsson redt voor Romario. Verkuil. Een dikke minuut nog in de eerste helft. Die op punten voor Ajax is. Na een goede start van PSV. Roy. Wouters. Van Schip. De PSV is massaal terug. Blind. En zelfs Romario moet mee verdedigen. Gerets.
Heinze. Hens van Blind. Dat moet de grensrechter gezien hebben. Maar hij vlagt niet. Ronald de Boer. En Van Breukelen voorkomt een achterstand. Die op basis van het overwicht van Ajax verdiend zou zijn geweest. Kijk, hij krijgt die bal tegen de hand, Blind. Op een meter afstand van grensrechter Mali. Van Breukelen sleept PSV er doorheen.